Ja, ik denk van wel, omdat we kunnen echt Headhunter als een alternatieve hit beschouwen. En dat is niet zo evident om te doen, omdat het heeft iets catchy, maar het heeft ook iets echt underground. En dus van dat te kunnen mengen, iets die nogal hard is en ook een beetje popachtig, vind ik wel een succes als resultaat. Maar wat onderzoek betreft, bijvoorbeeld, zijn er andere stukken die misschien meer interessant zijn in onze carrière. Maar voor mij is dat belangrijk dat we met zo'n stuk een aantal mensen kunnen overtuigen dat alternatief muziek ook iets populair kon zijn.